Dan hebben ze een land eerst helemaal in puin geschoten. En dan komen die grote investeerders, BlackRock en Vanguard. Die kopen voor een prikkie, George Soros, kopen daar die dingen op. Dan komt er belastinggeld, ontwikkelingshulp. Daardoor gaat dat land weer een beetje groeien. En de bedrijven strijken de winsten op. En de mensen betalen de prijs. Zowel in levens als in economie. En dat is een heel cynisch systeem. Al die oorlogen in de geschiedenis en al die narigheid. Ik hoop zo dat we naar een hoger bewustzijnsniveau toe kunnen in de wereld.